Een van de exclusives voor de Wii U is Zombie U. En de grote vraag is natuurlijk, haalt deze titel wel alles uit de nieuwe console van Nintendo? Zombie U, een exclusive voor de Wii U. Ik zal even uitleggen wat het is. Het is een survival horror game. Want ik hoor veel mensen al zeggen van, oh, dat is iets als Left 4 Dead, weet je wel, lekker knallen op zombies. Is niet waar. Je schiet af en toe wel op zombies, maar het gaat echt om het survivalen. De pace is heel erg langzaam. Er zitten schrikmomenten in. Het is wel first person, maar absoluut geen first person shooter. Nou, ik hoop dat in ieder geval een beetje duidelijk is. Dat is in ieder geval duidelijk. Ja, dat is duidelijk inderdaad. Ja. En ik denk dat we voor moeten hameren vooral op het is een survival horror game. Dat is inderdaad. Mensen vergeten nogal eens inderdaad dat het ook echt een genre is. En dat komt voornamelijk omdat de games die als survival horror worden gepresenteerd vaak meer horror zijn, dat is nog steeds discutabel, dan survival. Of onderhand gewoon een shooter, net zoals bijvoorbeeld Resident Evil. Ja, precies. Want dat echte element van survivalen, daar is er de laatste jaren bij een hele hoop games een beetje bij ingesleten. Nou, zo niet bij Zombie U. De game speelt zich af in Londen. Iedereen die wel eens in Londen is geweest, weet dat daar verschrikkelijk lelijke mensen rondlopen. Nu zijn ze nog lelijker en ook echt dood. Levende doden, want anders ben je geen zombie. Ja, ze zijn infected met een virus. Waar dat virus precies vandaan komt, is nog niet precies duidelijk. Jij gaat ook achterkomen hoe jij het virus moet bestrijden. Dat is een beetje het doel van de game. Mm-hmm. Maar wat ik gewoon heel erg opvallend vind, is dat je echt aan het survivalen bent. Je speelt echt met een mens. Je speelt niet met een superheld of zo die heel goed is en alles. Je speelt met een mens. En je gaat ook waarschijnlijk met meerdere mensen spelen. Want als je doodgaat, ben je ook echt dood. Voilà. En ga je verder met iemand anders. Ja, inderdaad. Ja, dat is eigenlijk heel fijn, want je hebt ook geen gezeik met health packs en een health bar die heel snel leeg loopt en zo. Dat boeit allemaal niet. Je hebt wel een health bar, maar die gaat redelijk snel leeg. Maar dood is inderdaad dood. En je gaat ook heel snel dood, want die zombies die zijn genadeloos. Die winnen er gewoon geen doekjes om. Nee. Bovendien zitten er los van de zombies ook ongelukjes in een klein hoekje. Want ja, voor hetzelfde geval pleur je ergens vanaf en stort je te pletter. Dat kan ook. Dus de dood komt altijd onverwacht. Ja, je hebt dus dat virus wat in Londen is en je begint eigenlijk bij de prepper. En de prepper is een guy die tegen je praat via de intercom en die geeft aan van nou ga maar eens even zorgen dat alles weer goed komt. Of tenminste, je krijgt eigenlijk gewoon meer opdrachten van die gast. Waarom je luistert, dat weet eigenlijk geen mens. En naar de hand merk je eigenlijk wat je moet doen. Want eerst als je bij een nieuwe locatie komt, moet je even kijken waar de CCCP-cams hangen. Juist, veiligheidscams. Ja, dat zijn die veiligheidscamera's inderdaad. Die moet je hacken, waardoor je een map hebt. Zijn nou de CCCP? Is het de CCCP? CCTV. Oh, CCTV. Nou ja, dat lijkt er een beetje op inderdaad. En die moet je dus hacken. En dan krijg je dus allemaal kaarten. En naarmate die kaarten ga je weer verder in die game. En telkens heb je eigenlijk een doel. Alleen tussen jou en het doel, daar staan die zombies, of de infected zal ik zeggen. En wat ik het tof vind, is dat je best wel hulpeloos bent tegen die zombies. Eén kan je wel aan, want je hebt continu een cricketbed bij en een geweer. Twee is goed, maar komen er drie op je af, heb je al zo van, heb je een probleem. Ja, dan heb je al vaak van, ik ga weglopen. En vaak is weglopen ook een betere tactiek dan die zombies aanvallen. Precies. Want nogmaals inderdaad, het gaat om het survivalen. Het gaat er niet om zoveel mogelijk zombies te slashen of neer te mappen of kapot te schieten. Nou, ze hebben het sowieso op jou voorzien, dus je moet gewoon zorgen dat je wegkomt om je eigen hachje te redden. Nou, je moet inderdaad van A naar B zien te komen. Dat eist enig vernuft. Ja. Want er zijn ook meerdere manieren. Absoluut. En ik denk dat en het sterke kant van de game is. En de zwakke kant van de game. Dat van die sterke kant snap ik. Ik zal het even uitleggen. Het is een hele langzame game. Dus je ziet een bepaald doel waar je heen gaat. En je hebt niet zo van, ren er al schietend heen. Dat kan dus niet. Je gaat er langzaam heen. Af en toe hoor je die zombies. Je hebt een radar waar je die zombies mee kan zien. En dan ga je denken van, ga ik die ene aanvallen? Nou, in het algemeen deed ik dat wel. Twee viel ik ook nog aan. Maar als je die drie hebt, heb je al van, nou moet ik een wegje eromheen gaan zoeken. Je kan ze bijvoorbeeld ook lokken om hier naartoe te komen. Maar dat alles gaat in een hele langzame vaart.
Ja, dat klopt. En dat bouwt eigenlijk, vind ik, ja, jij noemt het een zwak punt. Ik vind het juist ook een sterk punt, want het bouwt heel erg de spanning op. Ja. Je moet heel voorzichtig te werk gaan. Je moet een beetje verstoppen, zodat ze jou niet zien of horen. Als ze je horen, dan ben je de lul. En als eentje jou hoort, dan haalt hij zijn vrienden erbij. Ja. Jij vertelde net over die radar. Nou, dat is natuurlijk een van de sterke punten van de Wii U. Dat je dus inderdaad die grote gamepad hebt. Ja. Het scherm wat je daarop hebt, dat fungeert als een radar. Niet alleen als een radar in deze game, maar radar is wel een van de belangrijkste dingen. Ja. En ja, daar ben je dus heel veel mee aan het rondlopen. Hè? En als je zo'n ping hoort, dan weet je, ja, er komt iets aan. Ja, maar waar komt het vandaan? En wat? Je kan je Wii-pad naar voren houden en dan zie je wel bepaalde dingen. Maar al die dingen die je ziet, die zijn ongoed. Want dat zijn wel uiteindelijk loot en dat soort dingen. Maar je ziet niet meteen die zombies aankomen. Maar dat zie je dan wel weer op je radar. En dan heb je echt van, oké, hoe ga ik omheen? En je hebt dan ook je kaartje op je Wii-pad. En daarmee kan je dus eigenlijk een beetje de route vinden hoe je moet gaan. Je doet nog veel meer met jouw Wii-pad. Namelijk je rugzak. Ja, je rugzak inderdaad. Ja. Dus daar heb je al je zooi in. En ook je munitie. En dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Ja. Maar ook best wel irritant. Want soms sta je op het punt dat je dus wel even met zombies bezig bent. Is je gun leeg, moet je laden. Moet je dus kogels halen uit die rugzak. Ja, en dan komen ze. Hè? Ja, je moet echt zorgen dat het allemaal gewoon goed zit. Je rugzak is ook natuurlijk altijd te klein. Dus je moet echt even van tevoren denken van oké, wat ga ik meenemen, wat niet. Je andere zooi kan je kwijt in de algemene schuilplaats. Maar ja, je gaat er niet altijd weer helemaal naar terug omdat het gewoon langzaam gaat. Dus je hebt echt zo van oké, ik neem één handgranaat mee. Ik neem één healthpack mee. Misschien nog eventjes een blikje cola wat erin past. Een energy bar. Ja, dat kan. En voor de rest hou ik hem leeg. Want wie weet kom ik nog dingen tegen die ik harder nodig heb. Een gun of weet ik wat. En dan ga je die gebruiken. De wapens zijn... Niet eenvoudig. Het zijn eenvoudig. Je hebt niet veel wapens. Je hebt altijd de cricketpad. Je zal ook doorhebben dat je die het meeste gaat gebruiken. Ik vind het heel lekker aanvoelen slaan. Je moet hem met de linker een button. Een cricketbad. Ja, sowieso. Met de linker button moet je eigenlijk klaarstaan. En dan met de rechter button dan sla je naar beneden toe. Je kan ook een zombie wegdouwen. Maar er zit een soort van vaart in. Want sommige zombies zijn wat sneller, sommige wat langzamer. Mm. Sommigen hebben een helm op hun kop. Dus dan is dat wat moeilijker om te slaan. En je zal merken, je hebt wel een gun. Maar die ga je gewoon niet zo heel vaak gebruiken. Want een headshot is onderhand moeilijker dan de cricketbat. Ja. Later kan je ook nog andere guns krijgen. Ik was bijvoorbeeld bezig met de shotgun. Nou, die is echt devastating. De shotgun is altijd effectief. Daar kun je echt goed mee huishouden. Maar geloof me, je gaat absoluut niet genoeg kogels daarvoor vinden. Dus je valt altijd weer terug op die cricketbat. En dat vond ik toch wel tof. Omdat je de hele tijd dat hulpeloze hebt. Van oké, ik heb die guns. Maar dit is dus niet zo'n shooter. Dit, je voelt je echt wel hulpeloos. Je denkt van kut, nou moet ik vluchten. Nou moet ik weg. Misschien iets omheen zoeken. Ja. En zeker als je bijna dood bent en je hebt geen energiebars meer of weet ik veel wat. En dan hoor je opeens van de zijkant opeens een zombie op je afkomen. Denk je, fuck, rennen. En dat is een gevoel. Dat had ik al een tijdje niet meer gehad bij een survival horror game. Nou, en daar sla je nou precies de spijker op zijn kop. Want dat is dus dat hele gedoe van survivalen samengevat. Ja. Dat zoeken naar een uitweg, nadenken over de middelen die je hebt, die op de juiste manier zo accuraat mogelijk zien te gebruiken. Ja, en maar zien te overleven als een beste. Ja. Het geeft heel veel spanning, hè? Dat had voor mij ook. En dat komt voor mij vooral door de muziek. Ik heb hem echt met een koptelefoon opgespeeld en dan hoor je af en toe die vent en je hoort heel dat die zombies in de vette. Maar... Ik denk dat dit ook een minpunt is. Want niet iedereen houdt van die langzame pace. Tegenwoordig groeien mensen op met shooters die willen rennen, vliegen, doen. Ja, klopt. Dat is niet bij deze game. Dus op een gegeven moment had ik een klein beetje... Ik heb hem echt lang achter elkaar gespeeld. Mm-hmm. Dat de verveling een beetje toesloeg. Ja, maar omdat die juist zo langzaam ging. Oké, okay, ja, maar het is ook... Weet je, deze game die wekt ook niet de verwachting dat het een snelle zombie shooter is. Er wordt overal gecommuniceerd met het is een survival horror. En dat is het ook. En ja, daar kun je nog steeds wel willen dat het heel snel gaat. Of als een malle doorheen gaan rennen. Dat moet je niet doen en dat is ook niet de bedoeling. Nee, je gaat sowieso niet overleven. Nee. Grafisch vond ik hem een beetje tegenvallen. Ja, vond je? Ja, jij doet dit. Ik doe dit, maar dat komt vooral omdat ik... kijk, als ik Nintendo denk en ik denk Wii, dan denk ik aan die visuele ellende die we al jaren zien. Dus alles wat er toffer uitziet als wat ik al ken daarvan, vind ik tof. Goed, je gaat hem vergelijken met inderdaad genregenoten op andere platforms, op andere consoles. Is hij wel iets minder inderdaad? En mist wat misschien in de details of in de tekstjes? Maar het stoorde me niet. Wat ze wel goed hebben gedaan is dat die game heel grauw is.
En dat, en donker. Ja, in het begin had ik zo van moet ik nou? Maar op een gegeven moment van wacht eens even, Londen is altijd al grauw, weet je wel. En het past gewoon heel goed, gewoon die mist die je allemaal hebt. En dan klopt. In de verte zo'n zombie uit de mist ziet lopen. Dat is heel tof. Maar ik heb absoluut niet het idee dat ze hier maximaal uit de Wii U hebben gehaald. Wat niet raar is, want dat kan natuurlijk helemaal niet. Ja, maar het maximale, kijk, het vertaalt zich natuurlijk niet alleen in graphics. Het vertaalt zich ook in de grootte van de game. En ik denk ook vooral in de interactie met de gamepad. En dat, ja, dat eist natuurlijk ook de nodige capaciteit op. En ik denk, ja, als je dan kijkt van haalt hij het maximale uit de Wii. Er zullen vast nog games komen die groter zijn en waar die echt nog meer ons om de oren zullen slaan. Maar ik denk dat dit toch wel een heel mooi visitekaartje afgeeft. Dan blijven we over met de vraag: is deze game leuk om te spelen? Ik zelf heb er plezier mee gehad. Ik had echt wel een aantal momenten dat ik dacht van oké, het wordt een beetje saaiig en misschien had het wat meer. Misschien wat puzzels of dat soort dingen. Maar in het algemeen vind ik deze game als survival horror gewoon heel erg geslaagd. En vooral omdat ik het genre heel erg miste. En dit wel af en toe echt die schrikmomenten opleverde die ik al een tijd niet heb gehad bij videogames. Ja, dat sluit me wel bij aan. Ik vind het tof dat een survival horror weer echt om het survivalen draait. En niet om het doelloos rondrennen. En maar van die achterlijke zwalkende gasten kapot zien te krijgen. Dus ja, ik denk deze game heeft me op vele fronten positief verbaasd. Je hebt deze game ook in een bundel met de Wii U. Is dit de must-have release titel van de Wii U? Ik denk wel een van de must-have release titels inderdaad. Hij is van Ubisoft. Er is niet voor niets ingezet op deze game. Anders zou die ook niet gebundeld worden met de Wii. Het is een hele krachtige titel. En van de 23 launch titels die er dus bij de lancering van de Wii U zijn uitgekomen. Denk ik dat dit toch wel een van de toppers is, absoluut.